mensen, welkom bij een nieuwe review op de PTK. We staan vandaag in Terneuzen, de kermis die weer compleet terug is gegaan qua organisatie naar Wim de Maat, een man uit Terneuzen die hier vroeger de kermis deed organiseren. 2 jaar is die min of meer van bureau de kermis geweest, maar nu dus weer terug van Wim de Maat. Heel veel veranderingen geweest, positieve veranderingen heb ik net al een beetje gezien. Ik ga je laten zien wat hier allemaal staat en we gaan zo meteen 2 attracties echt helemaal onder de loep nemen. Die gaan we niet vergelijken. Maar we gaan juist de verschillen laten zien tussen die attracties. Want ik denk dat die voor de normale kermisbezoeker nog wel eens gezien kan worden als het lijkt op elkaar. Nou, ik ga je zo meteen laten zien waarom ze juist niet op elkaar lijken. We gaan beginnen. Welkom. Let's go. Wij starten op de uiterste kop op het Stadhuisplein. En dan starten we met Cars for Stars, de autoscooter van Cars. En dan schrijf je dan weer met een K in plaats van met een C. Cars. Het hotje wordt knotje, hè? Ja, ja. Normaal gesproken heeft hij kei druk, neem het van mij aan. Maar op dit moment eventjes niet, er zit even een dal in. Maar vanavond zal het weer wel pompen gaan worden bij de autoscooter. Ja, ja, ja. Oh, lekker hoor. Dan naast de autoscooter, Bayern Labyrinth van Van der Donk als Glaas Dolhof. Heel goed Glaas Dolhof is dat, kan je zien in de video van Jarno, kermiskit uit Schagen van vorig jaar. Wippen kan je in Terneuzen ook, nou, de dames kunnen me zo bellen hoor, geen probleem. En het is de Para Jump van Ekkelboom die hier de laatste jaren vast staat als wippie. Het is een mooi KMG wippie. En ook, moet ik dan 1 ding zeggen? Dat het jammer is dat er niet zoveel show bijgegeven wordt. Al moet ik wel zeggen, ik heb respect voor deze man die achter knoppen zit. Want volgens mij is de man niet de jongste meer. En hij reist toch wel met de spul. En je ziet het met succes, want hij zit op 4 plaatsen. Maar hij zit helemaal vol. En dan is het gewoon een teken dat de man de zaak nog gewoon supergoed kan exploiteren. Dus ook met wat minder show. Wat mij trouwens ook opvalt nu, wat mij trouwens ook opvalt, dat zijn de ledspots. Hey baby. Oeh. Ah, oh lekker baby. Lekker een beetje kreunen. Niks mis mee. Naast de Paragym dan de World of the Living Dinosaurs vanaf Roosendaal hier direct naartoe gereden. Vorige week zag ik ze rijden op de A58 toen wij weer naar een andere kermis gingen. Daar gingen wij naartoe. Wij gingen naar... Oh, is daar Radio Pecco, toen naar Bonn. Ja, ja, ja. S'avonds rijden, moest je gewoon een keer gedaan en mensen uit de neuzen. Het is een unieke zaak. En dan heb ik het over een unieke familiezaak. Het is, je begeeft je eigen naar de wereld van de dinosaurs, van de dinosaurussen. En dat is voor de gehele familie heel leuk. Dus mocht je nog naar de kermis in de neuzen gaan, heb je een gezellige familie. Ga er met je familie in, mensen. Het is een leuke zaak. De neuzen kan je lekker op. En neer, en op, en neer. En die trampoline die hebben ze midden opgezet. Dat is trouwens de trampoline van Jackie Bootsma. En dat maakt dit plein wel gezelliger als normaal. Normaal heb je in het midden zo'n looppad, een heel breed looppad. En nu is het wat meer als plein opgesteld. De muziekexpress van Daniel van Zundert, nieuw dit jaar voor Terneuzen. Ze komen zometeen op terug, mensen, later in de review. Dus ik laat nu expres geen draaiende beelden zien. Uit het eerste plein bijna af met de debrisbaan van Lutjes en hier dan nog een snackkraam, mensen. Van Stuy volgens mij is dit kraam. Net als in Vlissingen ook hier in Terneuzen het poffertjesalon van Burger. Vis wordt natuurlijk ook echt op een Zeeuwse kermis. Van Wij staat hier met de kleine viskraam en dan draaien we door richting Suikerspin. Op de markt terug in Terneuzen. Het is een swingbal van Mobilon die we ook even stilstand filmen omdat we er later op terugkomen, mensen. Hey, kom jij er dichterbij?
Dat was de draaimolen van Keizer die je net even zag. Doet heel veel kermissen in Zeelanden. En ik moest, want ja, dat doen ze niet heel vaak opbouwen, niet altijd. Dat schijnt niet te gebeuren. Maar ik moest het front even laten zien. Dus bij deze mensen, dat schijnt er dus niet vaak op te zitten. Vroeger stond de neus altijd bekend om vele Belgische attracties, ook grootvermaakattracties. Alleen dat mag keuringstechnisch niet meer. Er zijn wel wat spelzaken overgebleven, waaronder deze dus. Dit is nog een Belgische zaak hier in Terneuzen. Staat hier overigens elk jaar. Het funhouse is Beach House van Treepak. Veel kleinere kermissen mee in Nederland. Het is ook een klein funhouse hoor. Want we hebben natuurlijk vele grotere funhouses. Echter is het wel een mooi funhouse. En je kan erin voor 3 euro, dat is ook nog redelijk goedkoop voor de tegenwoordige tijd op de kermis. Ja, nieuw dus voor Terneuzen. Het is de muziekexpress van Van Zunder. We kwamen Oostra natuurlijk ook tegen. En nu hier dus in Terneuzen. Ja, en daarom dacht ik, die gaan we even wat extra aandacht geven. En ook om een andere reden. Oké, welkom aanboord op de muziekexpress van Daniel van Zunder. Een attractie die ik eigenlijk niet zo heel snel in Zeeland verwacht. Alhoewel, Daniel van Zunder komt uit Brabant volgens mij ergens. Dus het is natuurlijk maar een klein stukje naar Zeeland. Maar toch, ik had hem hier niet zo heel snel verwacht. En daarom des te leuker dat hij hier staat voor mensen. Lekker baby, daar gaan we gelijk eens volop voelen. Vol gas dus. Voor Terneuzen en mijn kijk is natuurlijk geen onbekende. Het is de swingbok van Mobron uiteraard. Deze hebben we uitgebreid behandeld in Kermis TV's deel 1. Interview met de exploitant erbij. Zeer interessant. Kijk even terug mensen. Moet je even doen. Geen onbekende dus voor Terneuzen. Deze swingbok. Kom onder het zeil hier. We zijn begonnen, een rondje swingbok doen we natuurlijk ook even. Dit is een super race gebouwd bij Sobema in België. Hij reist al een tijd over de Nederlandse kermis, vroeger onder Van Tol. Maar ook Stolk heeft ermee gereisd, heb ik me laten vertellen. En daarna is op een gegeven moment de vader van Emil Mobron mee gaan reizen. En uiteindelijk dus Emil Mobron zelf dus ook. Hij heeft er heel veel aanpassingen aan gedaan. Maar dat moet je maar even kijken in het interview wat ik gedaan heb met Emil in Goes. Bij Kermis TV in Goes. Nou, ondertussen zijn we dus los. En dat is lekker op mensen. Inmiddels zien we Rook en dan zien we hier de show beginnen. En die show is altijd dik hier bij de Muziek Express. Moving heads, lasers en allemaal andere verlichting. Waar ik dan weer de naam niet van ken. Ik ben natuurlijk geen disco specialist. Maar het is wel een ware discotheek. Zag ik net ook overigens langskomen in de kassa. Want daar hebben ze een beeldscherm hangen. Waar het dan allemaal weer langskomt mensen. En kijk, dit ziet er toch heel vet en ziek uit hè. In Duitsland zijn er meerdere muziekexpressen, daar stuk je echt van de muziekexpress. Als daar eigenlijk op kermis geen muziekexpress staat, is het geen kermis. Daar zijn ze rete populair. In Nederland is het de tweede keer een exploitant geweest, heeft dat geprobeerd. Dat liep totaal niet in Nederland. En Daniel van Zunder doet dat sinds een paar jaar met deze attractie, de muziekexpress. Wat vroeger volgens mij een rustbaan was, maar toen leek opgebouwd werd tot muziekexpress volgens mij. En nu al sinds jaren en dag op de Nederlandse kermis rondreist. Ik weet nog goed, de eerste kermis, het was Oostrouw, toen heb ik hem ook gedaan. Toen was het nog een vrij kale molen en ondertussen is de molen behoorlijk aangekleed met behoorlijk wat special effecten. En dan met name in de verlichting, met name heerlijk, op en neer baby. De ritprijs van de swingbok, 3,50.
de muziek is best een misschien mocht. Nou ja, je zit in het gondel, die hangt, dus je gaat heen en weer. Dat doet hij ook over je heuvels. Net dat je naar boven gaat, gaat de gondel naar buiten. En net als je weer terug gaat, gaat de gondel naar binnen. Bij de muziek is gaat de kracht naar buiten. Dus die wordt echt naar buiten gedaan. Bij de schuurpot gaat de kracht naar beneden. Dus je wordt op in. Omdat je gewoon door schuin gaat. Nou, dat is al een verschil tussen de schwingbol en de muziek express. En ook natuurlijk de schwingbol. Dat is natuurlijk in de naam schwingbol. Lekker baby! De ritprijs, als je daar geïnteresseerd bent, de ritprijs van deze attractie, de Muziek Express, bedraagt 4 euro'tjes. En dan krijg je wel kwaliteit voor de mensen. Want de rit is lang, snel, afwisselend en de shows zijn zeer goed. Ja, in tegenstelling tot de swingbob heb je hier 3 heuvels in plaats van 2 heuvels. De swingbob heeft het alleen maar aan de zijkanten. Deze heeft er achterin ook nog eentje. De molen is ook een stuk groter als de swingbob. Dat merk je als je erin zit. Echt veel groter. Dat houdt ook in dat de capaciteit hoger is. Dus deze heeft meer moeite te doen om de zaak vol te krijgen. Deze gaat overigens ook achteruit. Dat doet de swingbob normaal gesproken ook. Doet hij nu hier. Waarom? Geen idee, maar hij doet het niet. En waar de swingbob de krachten onderin heeft, heeft deze nog niet. Deze heeft de krachten naar de zijkant toe. Je wordt echt aan de zijkant gedrukt als deze vol gas gaat. En je voelt dan de heuvels, waardoor je lichte airtime hebt. Het is geen extreme airtime, want beide attracties zijn gewoon familieattracties. Voor Mimi en Maxi natuurlijk, hè mensen. Hey. Het is wel even interessant, wist je dat je meenemen? Want wist je trouwens dat de swingbob een Zeeuwse exploitant is? Mogen ons namelijk afkomstig uit Tolen. En dat ligt in Zeeland. Niet te geloven mensen, krijg je natuurlijk alleen maar hier op de VTK deze informatie. Ja, en ik heb het al eens vaak gezegd in mijn video's. Beste snelheidsmolen van Nederland. We hebben natuurlijk ook nog de Snowjet 1 en Snowjet 2. En tegenwoordig, de surfer is natuurlijk ook weer op de reis. Die zit veel in het oosten van het land of zo en zo. Nou ja, dat is ook een suprema attractie. Ook dezelfde type als deze. Alleen deze vind ik dan toch een stuk beter. De swing is wat hoger ook. Dus dit is wat mij betreft mijn favoriete snelheidsmolen van Nederland. Lekker! Nou, dan gaan we nog eens zien, denk ik, of niet? Nee, nog niet. Maar dat kan niet lang meer duren. Heerlijk! Ik heb voor mij was dat 2 jaar geleden in Oosterhout wel eens de afbouw bekeken. En daar stond dus deze attractie ook. Toen was ik een beetje op deze attractie aan het opletten, maar er zit dus echt fucking veel werk in deze attractie. Hè? Dat is niet normaal, mensen. Het is namelijk geen echte middenbouwwagen, waardoor heel veel met de hand gedaan moet worden bij deze attractie. En dat houdt dus in dat dit best wel intensief is om op te bouwen. Mag ik als professioneel radio DJ nog even een compliment geven voor de muziek hier bij de Express. Want de mixen die hier gedraaid worden zijn zeer leuk. Tony uit Waspik, waar deze attractie ook was gestaan heeft, die zal jaloers zijn op deze muziek. Lekker van die foute mixen, mensen. Heerlijk is dat. Hoor dat, mensen. Handen voor de ogen. Dat doet mij een beetje herinneren aan Joey Bersma, die heel vaak draait bij de New York Dance. Ja, ook heb ik hem wel eens betrapt hier bij deze Muziek Express, hoor, achter de knoppen. Ja, heerlijk hoor mensen, deze paviljoen staan doelgewoon spitsen. Maak desnoods ook de vergelijking als jij het leuk vindt. Muziek Express Daniel van Zunden, hij maakt er altijd een waar showtje van. En je krijgt een hele leuke rit mensen. Lekker! Aanleiding voor deze vergelijking was Oosterhout. In Oosterhout stond namelijk de Muziek Express tegenover de Snowjet. En toen ik wist dat dat hier in Terneuzen ook het geval zou zijn, maar dan met een andere attractie, Swingbob. Met de Muziek Express dacht ik, hey, we gaan niet echt de vergelijking maken, maar we gaan juist de verschillen laten zien. Want ik denk dat mensen zouden kunnen denken, hey, het lijkt allemaal te veel op elkaar. Met deze attractie gehad. Het was mijn eerste grote vermaakzaak die ik ooit deed.
op de grote markt in Goes. Ik weet niet of die toen al van Mobile was. Maar ik stap daarheen als klein jongetje en dat was voor mij de stap om over te gaan naar meer grote marktattracties. Het was in principe mijn aanzet tot kermis fan. Ik ben hier voor onder een klein beetje vlieg van de kermis. Dit is lekker en nog steeds. Ik moet elke keer als ik op deze attractie stap, mensen. Maar mijn muziek is best altijd een leuke show wordt gegeven, dat bij de Swingbop ook gewoon het geval hoor. Misschien niet in de, met de special effecten die de muziekexpress heeft, maar wel gewoon leuk. Veel microfoon gebruikt. Hij heeft hier wel de welmachine bij zitten bij liggen. Emiel, potverdikken me. Hoe kan het dan dat het in Goes was? Potverdikken. Ja, dat is dikke jaloezie van achter de camera. Ja, goed, zijn hier dat zien we volgend jaar wel gebeuren. Nee, dus dat is wat dat betreft dikke prima hier bij de Swingbop. Ja, lekker mensen. Mocht je twijfelen instappen, Doom, Swingbop Mobile, toppertje, echt Doom gewoon hier op de kermis in Treuzen. Of waar je hem dan ook tegenkomt. Heerlijk, dan doen wij het ook hoor. Oh nee, dat deden we sowieso al. Heerlijk. Ja hoor, I feel good. Mensen, dat was dan de review van Terneuzen met dus een special, een ja, eigenlijk niet echt een vergelijking, maar he, de verschillen tussen de muziekkerstfest en de Swingbop, nou dat lijkt me onderhand wel duidelijk. Ja, het zijn twee attracties en dat is ook het minpunt dat deze kermis die met elkaar kunnen concurreren. Ik had het er in Oosterhout ook al over, toen hadden we het dus met de Snowjet en de muziekexpress, nu hebben we het met de muziekexpress en de Swingbop. Ja, ze kunnen met elkaar concurreren en toch is het eigenlijk toch iets anders. En dat wilde ik in deze video laten zien. Beste show gaat ook gelijk uit naar de Muziek Express. Nou, bedankt voor het kijken naar deze video. Mensen, abonneer op de kanaal als je dat niet gedaan hebt. Hoi. Godverdomme mensen denken dat ik even naar SBS6 ben of zo. Luister natuurlijk ook even de podcast op jouw favoriete podcastplatform. Daar hebben we natuurlijk de enige echte Nederlandstalige kermispodcast. Dus ook even leuk om te luisteren. En binnenkort zijn we terug met een nieuwe review. Vanuit een andere stad, op een andere kermis. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar mijn cameraman die schaamt zich voor mij. Tenminste, om het feit dat hij met een camera hier staat en dat al die mensen naar de camera kijken. Nou, dat heb je wel eens mensen. Nou, tot Tokio mensen. Doei!